wij zijn een AC/DC tribute band, Crazy Days. Clap your hands! Mijn naam is William Besseling en ik ben de zanger van de band Bon Scott. Mijn naam is Bas Besseling, ik ben de broer van William Besseling en ik ben Angus, de solo-gitarist. Ik ben Peter Degen, ik speel bas. Ik doe Cliff Williams na. Erwin de Bruijs en ik speel slaggitaar. Welkom jong. Even van Dijk, drummer en ik doe Phil Rudd na. We treden zo gemiddeld zo'n 2 keer in de maand op. En soms wat meer, soms wat minder, maar zo gemiddeld 15 à 16 keer per jaar. Eigenlijk zijn we gewoon vrij normale jongens. Eigenlijk normaal werken. We zijn eigenlijk wel te vergelijken met AC/DC zelf. Want ik heb ook wel, nadat ik AC/DC leerde kennen, heb ik ook wat dvd's gezien. En daar zie je ook dat AC/DC, 5 minuten voor tijd, zit Angus Young gewoon nog aan een kopje thee. En dan gaat hij zijn pakje aantrekken en dan gaan ze los. Ik heb wel gevoel dat we qua karakter eigenlijk hetzelfde zijn. Dat normale jongens zijn, gewoon en dan op een gegeven moment als we dan ons gaan omkleden en wij krijgen het gevoel van een volle zaal, dat dan in één keer die knop omgaat. Ik heb de eer om als Angus uit de kleren te mogen. Omdat dat nou eenmaal bij de act hoort en het publiek het ook verwacht dat ik uit de kleren ga. Ja, in eerste instantie had ik daar wel moeite mee, maar ik merk wel dat ik daar gewoon als Angus sta, dus dan hoort dat allemaal bij de act. Ik vind het leuk om AC/DC te spelen, omdat zalen erop losgaan, omdat het publiek erop reageert, iedereen kent de muziek. En ja, als je in een band speelt en je repeteert, je steekt er veel tijd in, dan is het leuk om wat terug te krijgen van het publiek. Ik heb een oproep, want vanavond staan wij in Barok en vorig jaar stonden we ook in Café de Barok. En toen ben ik de zaal ingegaan en heb ik een microfoon voor een meisje gehouden die dus schijnbaar blind was. Dat wist ik niet, dus dat was niet helemaal goed gegaan. Dus als je dit ziet, sorry.